Yo, wat op mensen! Van de kanaal Thijs aan het Gamen, welkom bij de gloednieuwe aflevering van FIFA 15. Thijs aan het Gamen. Ja, dan zijn we dan in FIFA 15 natuurlijk. En vandaag gaan we spelen, zoals je zelf kan zien, met Nederland. Ja, we gaan met Nederland spelen. Ik heb de opstelling heel iets aangepast. Maar in ieder geval hebben we meteen al tegenstander gevonden. Dat is heel erg nice. Oh, en we staan op doel. Oké, we spelen in de Amsterdam Arena tegen Engeland. Dat is ook wel een keer wat anders. Engeland is best wel redelijk goed. En ik zie wel wat het gaat worden. Ik ben in ieder geval Thijs van de mensen die dat nog helemaal niet wisten. En Engeland is denk ik wel sterker. Of niet? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zo, boeien, fuck dat. In ieder geval wel kijken wat het gaat worden met onze Nederlandse team. Ik zie meteen al dat het een beetje lagt. Een beetje, best wel heel erg lag. Dus die man heeft Lidl internet. Oh, hij is scheidsrechter. En het is 1-0, motherfuckers! Het is 1-0, hij doet fucking dom. Dat is gewoon een cadeautje van mij. Dankjewel, degene die speelt. Dankjewel, we hebben gewoon lekker een cadeautje gekregen van hem. Ik zie je dat ze hem eens in de herhaling worden zien, joh. Kijk, hij speelt hem in. En bam! Ik schiet hem erin. Mooi! Nu dan! Oeh! Hij schoot hard, vriend. Bam! Met links nog wel, hè? Ja. Oh. Paas hem nog een keer dan. Ja. Oh, bijna. Ja, en nu? Nee, dit is... Oh, hij schiet mis. Hij had best veel ruimte. Ik dacht even dat hij erin ging. Maar gelukkig niet. Kut. Ja, nu doe ik... Oh, gelukkig. Nee. Oh, shit. Oh, ik denk... Oh, ik had zoveel geluk, jongen. Oké, Robin is pittig snel, dus dan gaan we even rennen, afkappen naar binnen. En dan, oh, ik wou net gaan schieten. Oh, Joe Hart, die was altijd, die wordt altijd boos als die om de bal vraagt. Ik weet niet of jullie dat filmpje kennen. Die moest schreeuwen naar de kind. Ik zou echt dik bang worden, jongen. Oh, shit! Die zat er gewoon in! Ik zat even een lekker verhaaltje tegen jullie te lullen. Ik dacht, ja joh, laat die spelen maar joh. Maar nee, hij schiet me gewoon fucking hard in. Ik weet niet of ik hem nog aanraakte. Volgens mij raakte ik hem nog met die Nou, net niet. Nou, boeien, fuck dat. Net voor rust scoort hij de 1-1. We hebben natuurlijk de vorige keer in divisie 8 natuurlijk ook gelijk gespeeld. Dus ik wil wel even winnen. Oké, ik denk zoals jij verwachtte, spelen we met 1-1, gaan we met 1-1 de rust in. Ik hoop dat we de tweede helft in ieder geval één doelpuntje kunnen maken. Oké, nu kunnen we. Oh, ja, lekker hoor. 2-1 staan we voor. Ik, volgens mij scoort... Ja, van PSG heb ik gescoord. Lekker hoor. Lekker. Ik hoop dat we deze fucking voorsprong kunnen blijven volhouden. En dat we in ieder geval al 3 puntjes hebben in divisie 8. Joe Hart kwam uit, maar ik schoot hem net op tijd. Anders had hij hem wel gehad, denk ik. We moeten wel echt oppassen nu even. Hij kan best gevaarlijk zijn met Walker. Beter maken we er gewoon even nog eentje. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Ah, jammer jongen. Als die paas net iets harder was geweest, dan was het denk ik wel een doelpunt geweest. Goed opgebouwd. Gered, maar de bal komt terug. Ja, what the fuck is dit? Ik krijg een goal tegen, maar what the fuck was dat? Even serieus, dit is echt een knullige goal, jongen. Kijk, what the fuck, hij neemt hem raar aan of zo. Nou, dan schiet hij hem een rebound erin. Shit, man. Nu staan we weer met 2-2. We hebben in ieder geval nog genoeg tijd om iets te kunnen creëren, dus ja. Ik hoop dat we in ieder geval even iets kunnen maken dan nog. Dat we in ieder geval een doelpuntje kunnen maken. Maar ik wil niet verliezen, dat wil ik in ieder geval niet. En eigenlijk ook niet gelijk spelen. Maar we zullen zien. We zullen zien wat het gaat worden. Hij
Nee, nog een keer schieten. Ah, jongens. Ja, en nu? Ja. Oh. Ja, yeah. Hoe kun je die nou zijn schil schieten? Wat god, de juist. Ah, maar dat was de kans geweest. Nu krijgen we nog een tegendoelpunt tegen ook. Let maar op. Sterling, hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Pak hem dieper netjes naar voren met dat ding. Ja, dan loopt hij in de weg. Oh, maar we hebben in ieder geval de bal. Ik wou net zeggen, als daar een goal uitkomt, dan is het wel heel erg knullig. Hij schiet me gewoon tegen die persoon aan. Nee, fuck. Oh. Oké, we hebben nog 5 minuten extra tijd. Misschien gaan we nog scoren. Maar zoals het er nou uitziet, blijft het gelijkspel. Tenzij we nu profiteren. Nee, oké, laat maar. Oké, laat maar. Oh, we krijgen een... Ah, jammer. God, man, die... Dat is weer... Oh. Hoe kan die buitenspel zijn? Nou, whatever. Oké, het is afgelopen. Nee, nee, niet doen. Goed zo. Nou, nu fluit hij af waarschijnlijk. Ja, het is gelijkspel. Alweer gelijkspel. Waarom spelen we altijd gelijk in die 4-8? Ik wil een keer winnen. Het is echt niet leuk. En niet leuk. Zometeen ga je de statistieken zien. Ga ik even kijken of het een beetje gelijk opliep. Ja, we hadden wel geluk met de eerste goal. Hoor. Kijk, we hebben nog 8 wedstrijden om 10 punten te kunnen pakken. Dat betekent dat als we zo doorgaan en elke weer gelijk spel spelen, dat we in ieder geval nog kunnen promoveren. Maar ik denk dat we nog 2 gaan verliezen. We moeten 5 wedstrijden... Nee, wacht even. 10, dat is 3 wedstrijden winnen en 1 gelijk nog. Ja. We hadden 5 schoten op doel. En ja jongens, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je hem leuk? Kun je een blauw duimpje omhoog doen? Kun je commenten? En kun je natuurlijk abonneren? Ik zou zeggen, later.